Het komende half jaar krijgen duizenden schoolkinderen een groen schoolreisje. Van de kleuterklas tot aan de tweede klas van het hbo. Voor iedere leeftijd is er hier op de Floriade een educatief programma te volgen. Ja, en Elisabeth de Jong, jij houdt je namens de Floriade bezig met educatie en jongeren. Ja, een programma bedenken dat interessant is voor mensen van 3 tot 21, dat lijkt me nogal wat. Ja, dat was best wel lastig inderdaad. Je hebt natuurlijk niet alleen te maken met heel veel verschillende doelgroepen en bepaalde leerniveaus, maar ook met thema's die heel groot zijn. Dus het was echt klein maken, wat kunnen we tastbaar maken voor die doelgroep. En we hebben daarnaast ook heel erg ons best gedaan. Hè. Hoe kunnen we nou die wat oudere doelgroep, kijk, basisschool is, kun je met ervaringen van eerdere edities wel wat mee doen. We hebben nooit eigenlijk tijdens Floriade, ook 10 jaar geleden, niet iets gemaakt voor voortzet onderwijs of ouder. Dus we hebben echt gebruik gemaakt van onze partners daarin. Eris is bijvoorbeeld eigenlijk in de lead wat betreft het programma voor voortzet onderwijs tot en met leerjaar HBO 2. Ja, want van 3 tot 21 dus. Dan heb je een enorme groep te bedienen. Laten we met de allerkleinste even beginnen. Want je zei, daar hebben we wel ervaring mee. Maar volgens mij vanaf 3 jaar, dan moet je toch wel wat neer kunnen zetten. Wat beleven die op zo'n dag? Nou, de echte kleinste kinderen hebben we eigenlijk wat betreft ingeplande programmering wat vrijer gelaten. Voor het basisonderwijs bieden we echt specifiek ook workshops aan en theatervoorstellingen. Maar we hebben een testdag gehad, ongeveer een jaar geleden nu. Waar ambassadeurscholen uit Almere het previewterrein toen nog hebben bezocht. En daar hebben we gemerkt, het was echt ontzettend veel voor die kleuters. Dus het is een enorm groot terrein. Ja, 60 hectare horen volwassenen al puffen als ze inderdaad een afstand moeten lopen. Ze hebben besloten voor echt de allerkleinste dat we geen ingepland programma onderdeel aanbieden. Maar we hebben wel echt ontzettend leuke elementen op het park die voor kleuters super leuk zijn om te bezoeken. Maar speeltuinen of waar hebben we het dan over? Bijvoorbeeld, we hebben inderdaad natuurlijk onder andere speeltuinen, maar dat horen we wel vaker. Ja, er zijn overal in Almere in principe speeltuinen te bezoeken. Maar we hebben hier op het park echt wel een aantal inzenders die heel interactief spelelementen hebben toegevoegd aan hun programma. We hebben bijvoorbeeld het Trotse Bos van 2 Turven Hoog. Dat is echt een lokale partij die zich helemaal richt op kleuters en peuters. Daarom ook de naam 2 Turven Hoog. Die hebben een soort interactieve kunstroute gemaakt. Een voorbeeld is dat je een boom hebt waaronder een soort klankkast staat, waar je een melodie kan afspelen door met een stok op bepaalde palen te slaan. Nou, dat soort dingen moet je dan meer aan denken. We laten ze eigenlijk wat vrijer ontdekken. Ja. Nou, je zei het al, er zijn hele grote thema's. Eigenlijk voor volwassenen zijn het al grote thema's. Ja. Growing Green Cities. Dat is ook al lekker in het Engels. Maar groeiende groene steden. Ja. Daar vallen ook nog allerlei andere thema's onder. Bijvoorbeeld over gezondheid, over energie en duurzaamheid. En hoe vertaal je dat naar kinderen? Ja, hoe we dat voor kinderen eigenlijk hebben gedaan is dat we in de klas al begonnen zijn. Dus we hebben lesmateriaal laten ontwikkelen. Echt heel erg in samenwerking met ook lokale partij Stad en Natuur. Om echt voor onder- en bovenbouw die thema's heel erg behapbaar te gaan maken. Dus het voorbeeld dat ik altijd geef, er staat daar een heel mooi pand dat helemaal van natuurlijk materiaal is gemaakt. Het is heel bijzonder, gaat over de toekomst van woningbouw. Hoe maak je dat nou voor kinderen tastbaar? Nou, kijk eens naar een bever, hoe bouwt die zijn burcht? Met hout, met takjes, met klei. Ga dat zelf eens uitproberen en hoe kunnen wij daar als mens dan van leren? En dan geven we telkens een koppeling, wat kun je dan op Floriade zien. Dus zo proberen we het eigenlijk heel meer de natuur ingaan, voelen hoe dat is, daar meer mee in contact komen en dat weer terugbrengen naar wat je hier dan op het park kunt beleven. Ja, dit zijn volgens mij een beetje de basisschoolleerlingen, hè, waar je het over hebt. Je zei al, het is nieuw om voor wat oudere leerlingen ook wat te bedenken. Voortgezet onderwijs bijvoorbeeld. Ja. Lijkt me een hele lastige. Ja, dat is ook best een lastige, maar je merkt wel dat veel scholen zich toch ook wel focussen op dat groen onderwijs en duurzaamheid. Basisscholen doen dat ook wel, maar je merkt ook wel dat wat hoger leerniveau ook wel vaak heel erg geïnteresseerd zijn in dit soort thema's. Yeah. Ook vaak inderdaad, als je hebt over echt wat hoger onderwijs, groenopleidingen, tuinierscholen, die vinden het natuurlijk sowieso prachtig om hier te komen. En ook daar hebben we samen met Eris, eigenlijk omdat zij hebben dat natuurlijk ontwikkeld, maar bedacht dat we ook daarvoor lesmateriaal maken. Eigenlijk ook op de thema's gebaseerd, maar dan hebben zij meer een uitvraag gedaan aan het bedrijfsleven en aan de groensector. Van kom nou eens onder het thema groen, gezondheid, voeding of energie met een uitdaging waar jullie tegenaan lopen. En laat leerlingen daar meewerken daaraan, aan een oplossing. Dus nou kan ik me voorstellen dat een peuter en een kleuter het superleuk vindt om zich nog hier op dit terrein te bevinden. Maar als je 14 bent, hoe leuk vind je het dan? Ja, je bent naar de puber, alles is saai. Ja, je bent meer aan het Instagrammen en jezelf op een foto zetten. Ja, dat is waar. Dus we proberen ook een beetje een mix te creëren tussen wat zijn Instagrammable momenten. Hè? Mooie uitkijkpunten. Hierachter is ook een ontzettend mooie selfie-muur waar je hele gekke foto's kan maken. En juist ook wat meer de interactieve, educatieve elementen. Zo heeft Eris voor deze doelgroep ook een app ontwikkeld waarmee je met een GPS-gestuurde route per thema
per leerniveau het park kan gaan ontdekken. Dus het is ook iets meer om ze toch een bepaalde dagsturing en invulling te geven. En ze kunnen ook een workshop volgen met deze doelgroep als op aanvraag. Ja, en alles gedacht. Ik ben hier best al wat groepjes tegengekomen. Ja. Zijn het nou vooral de schoolkinderen uit Almere die we hier tegenkomen? Nou, grappig genoeg zien we in de verdeling tot nog toe basisonderwijs dat echt veel uit Almere komt. Maar juist wat hoogst, maar vanaf voortgezet onderwijs dat het heel veel juist buiten Almere komt. Ah. Ik denk dat dat echt te maken heeft met dat ik net ook al benoemde. Hè, scholen die echt met groen en met tuiniers, dat soort opleidingen, die komen natuurlijk specifiek helemaal van veraf hierheen. Maar er komen ook scholen uit Noord-Brabant van basisonderwijs, hoor. Maar je ziet tot nog toe veel Almeerse scholen die echt denken, nou, dat moeten we toch een keertje zien. Maar bedenkt nou elke school in Nederland dat dit überhaupt een optie is als schoolreis? Nou, we hebben er heel veel moeite in gestoken om het zo breed mogelijk te verspreiden. Maar het is een lastige inderdaad. Want je hebt natuurlijk een Efteling of een Rijksmuseum. Dat zit heel erg in mensen hun achterhoofd. Ja. En dit is eens in de 10 jaar. Dat is natuurlijk sowieso een Floriade. Dat moet je echt in mensen hun gezicht laten zien. Kijk, dit is er dit jaar of dit half jaar. En daarna 10 jaar niet. Dus ja, soms is dat lastig inderdaad om daar mensen mee in aanraking te brengen. Grijpen mensen een beetje die kans? Wat zei je? Grijpen mensen een beetje die kant? Ja hoor. Er zijn zeker wel wat. Vandaag bijvoorbeeld is het een hartstikke mooie dag. Ik weet niet of het opgevallen is, maar er lopen hier vandaag 600 kinderen en jongeren over het park. Heel veel kleine kinderen ook, die echt een hele leuke dag hebben. Maar goed, je hebt gemerkt, het begin is wat lastiger op gang gekomen. We hebben ook moeite natuurlijk met vakanties. Dus we hebben 2 weken meivakantie, komt binnenkort zomer aan. Maar we verwachten echt, nu eind mei is het super druk. En natuurlijk na de vakanties hebben we ook weer een kans om schooljaar 2022-2023 nog naar het park te trekken. Ja, nou, jonge gezinnen zijn natuurlijk ook belangrijk, hè? Zeker. Jullie komen binnenkort ook met een reclamecampagne voor jonge gezinnen. En daar konden we een beetje een oproep aan vastmaken, hadden we afgesproken, Elisabeth. Wat gaan jullie doen? Nou, ik had het net gezien dat het morgen, maar ook op zondag is. Zijn we namelijk bezig met wat meer zichtbaarheid geven aan wat kun je hier nou doen met kinderen. We hebben namelijk een hele mooie expeditiekaart, waarmee je op het park 4 audiofragmenten kunt beluisteren. Ik zal hem even openklappen. En je hebt aan de achterkant alle highlights van wat is er nou leuk om met kinderen te doen tussen de 6 en 12 jaar oud ongeveer. Dus we zijn eigenlijk nog op zoek naar gezinnen die het leuk vinden om of morgen of zondag eind van de middag vanaf 3 uur het leuk vinden om mee te doen aan een shoot op het park. Om eigenlijk deze expeditie wat meer te laten zien. En hoe kunnen ze zich aanmelden? Ik denk dat het handig is om naar communicatie@floriade.com te mailen. Ja, zijn er eigenlijk kosten aan verbonden? Moet je wel een kaartje kopen? Dan word je gewoon meegenomen als een soort van persbezoeker voor de fotoshoot. Ja, nee, dat hoef je niet te betalen om binnen te komen. Dus wat voor soort gezinnen zoek je dan? Ja, gezinnen met kinderen denk ik tussen de 6 en 12. Maar ik zou het zeggen tussen de 6 en 10. Ik denk dat daar is deze eigenlijk het meest geschikt voor. Ja, en dat is dus morgenochtend of zaterdag? Morgenmiddag of zondagmiddag. Oh, sorry. Ik zit er helemaal naast. Bijna goed. Ik heb zondag eind van de middag. Ja, ik denk dat zondag het beste uitkomt voor gezinnen. En dan dus mailen naar communicatie@floriade.com. Nou, dat is hartstikke leuk. En dan kom je dus in een reclamecommercial terecht. En waar wordt het dan uitgezonden? Weet je dat al? Ja, het worden waarschijnlijk echt foto's. Ik denk dat er ook wel videoopnames worden gemaakt. Maar het zal met name op onze website of misschien voor reclameuitingen worden gebruikt. En ook al in de beeldbank, hè, voor mensen die af en toe wat beelden doorsturen naar media of naar mensen die daarnaar vragen. Ja, en het mooie is, je kan dus ook eventjes van de Floriade proeven. Je kan ook eventjes genieten. Ja. Dankjewel, Elisabeth de Jong van de Floriade. En laten we hopen op ontzettend veel Nederlandse kindertjes die hier met hun korte beentjes al die kilometers gaan lopen. Precies, mee eens. Dankjewel.